NV Grasalco heeft vanmorgen 5 beademingsapparaten geschonken aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ten behoeve van de Intensive Care Unit. In de vergaderzaal van het radiotherapeutisch centrum van het AZP ondertekenden AZP-directeur Antoine Brahim en zijn collega van Grasalco, Sergio Akimboto, de benodigde documenten voor de schenking. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van volksgezondheidsminister Patrick Pengel. De schenking vloeit voort uit het Corporate Social Responsibility Beleid, CSR, van het staatsmijnbouwbedrijf en ook in verband met het 45-jarig bestaan van Grasalco. Het bedrijf voert een gericht CSR-beleid en wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt, zegt directeur Akimboto. Hij vindt het belangrijk dat een deel van de verdiensten uit de activiteiten van het bedrijf terugvloeien naar de gemeenschap. Hij hoopt dat het voorbeeld van Grasalco ook in deze tijd van crisis navolging geniet bij andere bedrijven. Maar alle kleine beetjes kunnen bijdragen om de noodzaak terug te dringen. Het is daarom ook goed nieuws. Wij hebben ervoor gekozen om een bijdrage te leveren, omdat wij het van belang achten voor het redden van mensenleven. We staan er heel vaak als samenleving niet bij stil. Pas wanneer het dichtbij is, ervaren we hoe het leven van de ander kostbaar en dierbaar is. En daarvoor moeten wij met z'n allen de ondersteuning bieden. Eén leven dat wij verliezen is één te veel. Toen het ziekenhuismanagement het verzoek richtte via de respectieve minister van Volksgezondheid en Natuurlijke Hulpbronnen, hadden wij geen andere optie om serieus het verzoek in overweging te nemen. Omdat het gaat om een besluit die moet leiden of bijdragen voor onze liefde, voor ons medemens. Deze donatie van state-of-the-art beademingsapparaten aan onze intensive care unit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg die wij bieden aan de hele Surinaamse gemeenschap. We hopen dat vele bedrijven uw voorbeeld zullen volgen. U doneert immers niet alleen aan het AZP, u doneert aan het Surinaamse volk. Directeur Sergio Akimboto en team, many, many thanks. Wij garanderen u optimaal en verantwoord gebruik en natuurlijk adequaat onderhoud van de apparaten. Mag ik nogmaals een daverend applaus voor NV. Aldus AZP-directeur Antoine Brahim, daarvoor Grasalco-directeur Sergio Akimboto. Het staatsmijnbouwbedrijf schonk vanmorgen een 5-tal beademingsapparaten aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ten behoeve van de afdeling Intensive Care.